Hallo iedereen, ik ben Maite Rivera en ik sta hier met Jesse Put. Hallo Jesse Put, hoe gaat het? Hallo, ja, hartstikke goed. Van waar kom je? Ik kom uit Nederland, uit Utrecht. Wat is je favoriete race? Mijn favoriete race is 50 meter vrije slag. Wat is je beste zwemmoment van 2017? 2017 was voor mij niet een heel mooi jaar, dus ik heb daar niet een heel mooi zwemmoment. Maar eind 2016 werd ik wereldkampioen korte baan, dus dat plaats ik nog eventjes bij 2017 erbij. Dus dat was mijn mooiste moment. Wat is de coolste plaats die je ooit bezocht hebt? Bij het zwemmen denk ik dat ik ben heel erg fan van Japan. Vorig jaar gingen we daarheen voor de World Cups en ik vond Japan ook echt heel erg vet. Ze hebben ook 2 dagen nog even de stad in geweest in Tokio. Ja, dat vond ik echt heel erg vet om mee te maken. Heb je persoonlijke records gebroken in 2017? Helaas, was 2017 een heel goed jaar, dus heb ik niet mijn persoonlijke records verbroken. Maar goed, daar gaan we dit jaar wel weer voor. Wat is je doel voor 2018? Nou, mijn persoonlijke records verbeteren. Ik zou graag top 5 willen halen op de EK in Glasgow. En graag mijn wereldtitel eind van dit jaar prolongeren van 2016. Ik heb nog enkele vraagjes over België nu. Wat zijn de kleuren van de Belgische vlag? Rood, geel en zwart. Wat is een typisch Belgisch gerecht? Wafels. Heeft België een koning of een president? Koning. Hoeveel bieren heeft België? Meer dan 500, meer dan 1000 of meer dan 1500? Ik ga er tussenin zitten. Denk meer dan 1000. Dankjewel voor je tijd en ik wens je veel succes verder. Jullie ook bedankt. Dit was Maite Rivera en Jesse Put. Maite, hallo. Test, hallo. Goed. Dit was Maite Rivera en Jesse Put. Ah, Jesse Put. Oké, okay, sorry. Ja, geen idee.